voor Unitas Assen, Senna Jongsma. De Vivo Crossers zijn hier met Jaron Ridder, KWC Kampen, Hidde Brem. De bijrijders Milan Lodder, FCC Os, Delany Braam. De Vaart, Venno Schipper, FCV Geldermalsen, Dilano van Doesburg. En opnieuw de Vaart, Mees Brakke. Heren, succes! Daar zijn we weg en wordt het de Vaart of wordt het toch Geldermalsen met Van Doesburg? Of gaat heel iemand anders zich hier met winst vandoor? Het lijkt toch Van Doesburg te zijn. Hij is snel vertrokken. Hij heeft ook de nationale motor daar als motor, dus de rood en blauwe vlag. En die heeft hij niet voor niks, want hij was de kampioen vorig jaar. En hij heeft gelijk een paar meters geslagen. Op Brakke op 2, op Schipper op 3. En dan zien we Kampen meekomen op positie nummer 4. Dus eventjes kijken, dat zou dan Hinnebrem moeten zijn. En wie zien we dan nog meer in het veld? We zien ook Jongsma erbij, ze zitten op de positie 5. We zien Os meekomen met Delany Braam. Maar vooraan is hij los, hoor. Een aantal minuutjes heeft hij dan al te pakken. En als hij geen foutjes meer maakt, dan gaat Dilano van Doesburg hier de overijsselse kampioenschapstrui omhalen straks. Misschien ook nog wel een bosje bloemen erbij. En waarschijnlijk ook een hele grote beker. Want daar doe je natuurlijk voor. Daarvoor fiets je zo hard. Dus de wind gaat naar Geldermalsen met Dilano van Doesburg. Dan wordt het nog heel erg spannend voor die tweede positie. En dan schuift Schipper nog door naar positie nummer 2. Ten koste van zijn teamgenootje, die derde gaat worden, Mees Brakke.